welke dieren brengen de ziekte malaria over? Hi, leuk dat je kijkt naar Strafwerk. Ik ben Robert en ik heb vandaag twee hele leuke gasten van mij in de studio. Aan de ene kant heb ik een vrouw, 170.000 abonnees inmiddels. We kennen haar als het zusje van Calvijn en we kennen haar van de serie Senna komt oppassen. Ik verklap het al een beetje. Senna! Hey! En aan de andere kant een grote TikTok-ster met Indonesische roots. We kennen hem van zijn viral dansjes. Jason! Yes! Jason, jij bent net geslaagd. Ja, gefeliciteerd. Klopt. Hoe is het je afgegaan? Met spanning, maar uiteindelijk heb ik het wel gehaald. Ik heb nog een eigen kans moeten doen, anders was ik gezakt. Maar door corona? Ja, door corona. Okay. En Senna, jij? Hoe doe jij het op school? Ja, gaat wel prima. Ja? Welk jaar zit je nu? Ik ga nu naar de tweede. Dus je moet nog even. Ja. Oké, nou, ik ben heel benieuwd hoe jullie kennis is vandaag. We gaan zo meteen drie rondes tegen elkaar spelen. Of jullie gaan drie rondes tegen elkaar spelen. En de verliezer krijgt strafwerk. En dat is eigenlijk gewoon een hele vervelende opdracht. Maar om te kijken wat die opdracht gaat worden, mag één van jullie even hier in de bak graaien voor een sleutel. Want de opdracht zit dus in het kluisje. Okay. Dus wie gaat het grabbelen? Ja, dan. Kom maar één. Eén. Wat zit erin? Een foto. En postbode en een stiek om je hoofd trekken. Wat zullen we dan afspreken dat de ander dat mag doen bij je? Oh, en dan krijg je hem tegen je hoofd aan. Oh. Durf je dat aan? Ja hoor, ik denk het wel. Heel wel. Ja. Ronde 1. Ik heb hier jullie huiswerk. Biologie, hoe is jullie kennis? Net iets onder middelmatig, denk ik. Ja? Oké, nou dat komt goed. Want eigenlijk het eerste spelletje mogen jullie iemand gaan bellen. Dus er zijn een aantal hulplijnen. Oh, okay. Dus jullie hebben 1 minuut de tijd om zoveel mogelijk goede antwoorden te krijgen. Dus eigenlijk wat de bedoeling is, is een spin een insect? Nee, nou ja, goed. Daarom is het heel goed dat er hulplijnen zijn. Wie gaat er beginnen? Nee, begin jij maar. Ja? Ja. Oké, dankjewel. Okay. Oh, god. Oké, Jason, ben je er klaar voor? Ik denk het. Ja? Oké, ik ga hem voor je bellen. Hele goedemorgen met Jason. Ik ben bezig met een spel en ik moet een paar vragen beantwoorden. En ik heb jou als hulplijn, dus het zou heel fijn zijn als je mij kunt helpen met die vragen beantwoorden. Moet je wel even opschieten, want ik ben aan het werk hier. Eerste vraag, is een spin een insect? Nee. Oké, Max. Welk dier produceert zijde? Sorry? Welk dier produceert zijde? Rupsen. Welke planeet wordt ook wel de rode planeet genoemd? Sorry, welke? Welke planeet wordt ook wel de rode planeet genoemd? Mars. Welk lichaamsdeel blijft je hele leven even groot? Waarmee steekt een wesp? Dankjewel. Top, dankjewel. Hoi. Senna, als jij dit zo hoort, ga je hetzelfde doen of ga je tactiek een klein beetje aanpakken? Ja, ik ga hetzelfde doen, maar ik ga wel even gewoon heel snel zeggen, wilt u me helpen? En dan stel ik gewoon even. Oké. Dus jij gaat het een klein beetje anders aanpakken. Ja. Oké, ik ga voor jou heel blij. Oké. 2 bellen. Welkom bij Bar Bukowski. Voor reserveringen, toets 1. Om iemand in de zaak te spreken, toets 2. Voor English. 2. Ik lig aan de deur. Hoi, met Senna. Ja, ik ben bezig met een spelletje en ik moet zoveel vragen goed hebben. Dus zou je me alsjeblieft willen helpen? Ja, wat moet je doen? Ja, allemaal vragen beantwoorden. Nou, welke dieren brengen de ziekte malaria over? Malaria over? Muggen. Muggen? Ja. Oké, okay. Wat eet een panda? Wat eet een wat? Een panda? Geen idee. Oh, voor welk natuurelement staat H2O? Water. Oké, welke poot heeft een insect? Weet je waarmee je belt trouwens? Ja. Oké, ik heb het een beetje druk. Ik weet echt dat we dit een ander keertje doen. Oh, jammer. Sorry. Oké, doeg. Hoi. Shit! Hij zei volgens mij ook echt verwant. Dus, de eerste ronde heb jij gewonnen, Jason. Gefeliciteerd. Yes. Maar dat zegt helemaal niks, hè? Nou, je kan nog steeds winnen. We hebben nog twee rondes te gaan. Ja. En we gaan door naar ronde 2. Oké, Jason, Senna, ronde 2. Ronde 2 houdt eigenlijk in dat jullie moeten nablijven. En ik speel vandaag even de directeur. En jullie hebben iets gedaan wat absoluut niet kan. Je mag gewoon de hele tijd vragen aan mij stellen en ik zeg alleen ja of nee. Oké, jongens, wat jullie hebben gedaan is echt onacceptabel. Wat? Hebben mensen pijn gedaan? Nee. Docenten beledigd? Beledigd. Zo, nee. Pijn gedaan, docenten? Nee. Hebben een grap uitgehaald? Nee. Hoeveel geld hebben jullie ermee verdiend? Huh? Hebben we iets illegaals verkocht?
Nee, en hoe moeten wij nu verder met de lessen? Hebben we schoolspullen toch gekocht? Ja. Echt? Hebben we toetsen verkocht? Boeken gewoon. Nee. Wat al in de klas staat? Ja. Schoolbord. Computer. Nee. iPads. Ja. Yeah. We hebben iPads verkocht. Ja, ja, ja. Goed, ja, ik zat over dat ding. Ja, je hebt goed. Jullie hebben de iPads van school verkocht. Nou, Senna, deze ronde gaat naar jou. Gefeliciteerd. Oké, dat betekent dat het nu 1-1 staat. Er kan nog alles gebeuren. Ja. Degene ja. die deze ronde gaat winnen, dat is de winnaar. En de verliezer, om jullie er even aan te herinneren, krijgt het elastiek. Ja. Ronde 3 is de smoesjes challenge. Senna, ben jij goed in smoesjes verzinnen? Nou, ik ben niet zo goed in liegen. Op school gebruik je ook nooit smoesjes? Nee, nou soms wel. Als ik te laat ben, gewoon... Dan verzin je ja, ja. En Jason, hoe gaat het bij jou? Ja, ook op school als ik te laat ben of zo, even snel op de fiets een smoesje verzinnen. Of als ik huiswerk niet af heb, zoeken. Nou goed, we gaan jullie kennis testen hoe goed jullie zijn in het verzinnen van smoesjes. Jullie krijgen zo meteen 30 seconden en we gaan 1 voor 1. En ik ga jullie allebei een situatie geven. En dan hebben jullie 30 seconden tijd om zoveel mogelijk verschillende smoesjes te bedenken. Okay. Is die duidelijk? Ja. Okay, ja. Eén. Senna, je bent te laat. Hoe komt dat? Ik ben van mijn fiets gevallen. En ik was ook ondertussen een man die wist niet waar hij heen moest. Dus toen moest ik me even helpen. En er was een vrouw die was ook gevallen. Dus het was een best wel oude vrouw. Dus die moest ik even overeind helpen. En ik was ook nog, zeg maar, mijn ketting was lek. Ik bedoel, mijn band was leeg. Yeah. En mijn ketting ging er ook je nog ketting af. Was lek. En ik dacht, ik doe even binnen een normale route. Maar toen kwam ik ineens in een bos. Dus ik moest weer de normale route doen. Ja, heel goed! Ik zie dat jij net iets te vaak hebt. Ja. Nou, ik vind dat ik het heel goed heb gedaan. Okay. Ik heb hier weer heel veel van geleerd. Ga je dat overtreffen, Jason? Ik ga mijn best doen. Ja? Oké. Okay. Jason, je hebt je huiswerk niet gemaakt. Waarom niet? Ik was gisteren tot laat weg. Mijn pen die was kapot en al mijn inkt viel over mijn huiswerk heen. Mijn hond heeft mijn huiswerk opgegeten. Nee. Blackout. Blackout. Ik kwam vaak te laat omdat ik mijn huiswerk niet af had. Wat gebeurde er, Jason? Ja, blackout. En meestal heb ik mijn huiswerk wel af. Ja? Ja, dus jij weet natuurlijk daar geen smoesjes voor. Senna, jij voelt hem al aankomen. Dat betekent dat jij gewonnen hebt. Gefeliciteerd. En Jason, dat betekent ook dat jij de vervelende opdracht krijgt. Ja. Strafwerk. Geniet er niet te veel van. Senna, allebei 1 keer? Ja, is goed. Ja? Ja. Nee. 2, 1. Oh, die viel mee. Ja. Nou. Ja. Dan pak ik het wat harder aan. Oké, okay, oké. Okay. Ik had niks meer te zeggen. Oh. Deed het wel pijn? Nee. Oh. Ja. Jongens, ik wil jullie enorm bedanken voor het komen. Ja. Yes. Vonden jullie het leuk? Ja. Ja? Ja. Goed zo. Nee, ik wil jullie heel erg bedanken. De kijkers thuis, leuk dat jullie hebben gekeken. Hoe zeggen we dat, Senna? Jij weet het heel goed op YouTube. Duimpje omhoog, abonneren. Abonneren. Tot de volgende commenten. Keer. Commenten. Ja, alles. Ja? Alles. Oké. Okay. Jongens, bedankt voor het kijken en tot volgende week. Dan zijn we weer terug met een nieuwe aflevering van Strafwerk. Doei! Doeg!